We zijn te gast in restaurant Zuiver in Utrecht. En om precies te zijn in de grootste nieuwbouwwijk van Nederland, Leidse Rijn. Ja, je zegt wel nieuwbouw, maar volgend jaar toch ook alweer 20 jaar, hè? Want volgend jaar is 20 jaar geleden dat het eerste huis hier opgeleverd werd. En ik ben heel nieuwsgierig wat voor schatten zo'n nieuwbouwwijk nou op zolder heeft liggen. Het dient ter steun van de mensheid. Oh, ik kan het gebruiken vandaag. Kijk. Hoe komt het daar? Het is een wandelstok, hè? Jeetje. Ja. Oh, hoe komt u daar nou aan? Van mijn vader. En liep die ermee? Nee, die heeft het gekregen van de sultan van Yogyakarta. Mijn vader was een verzamelaar. En die verzamelde dit soort dingen. En die kreeg dit als geschenk van de sultan. Als herinnering dat hij daar geweest was. Mijn vader was dus militair, officier in het leger. En die kwam daar door zijn functie kwam die daar mee in aanraking. Beetje spannend vind ik hem wel met die tanden. Ja, dat is het ook. Het is een mooi stukje werk, hoor. Onze moeder is 10 jaar geleden overleden. En dus met het opruimen zagen we dit. Ik dacht, nou, dit doen we niet weg. Dit doen we echt niet weg. Nee. Maar wat het voor waar, dat wisten we niet. Tot we zagen dat we hier konden laten taxeren, denk ik. En dat gaan we doen. Dat vinden we wel leuk om te weten. Ja, we hangen aan je lippen. Ja, ik heb uit de grote stapel aandelen die de familie had, heb ik er 2 gekozen die toch wel opmerkelijk zijn. Een Russisch aandeel met de bijbehorende coupononderschrijving. Die horen bij elkaar. En dit van Congo. Als we met de Russen beginnen. Dit is uit 1894. Dat is het jaar dat tsaar Nicolaas II, de laatste tsaar, als je Poetin niet meerekent, de Russen aantreedt. Dit is een aandeel van de Russische spoorwegen. Ja. Dus je hebt de Trans-Siberische, maar je hebt nog veel meer spoorwegen. En daar werd heel veel in belegd. Deze tsaristische aandelen, die verliezen natuurlijk hun waarde na 1917. Ja. Want er komt de Russische revolutie, de tsaar wordt afgezet, de economie klapt in elkaar. En dan is er een tweede aandeel, wat ik de kijkers niet wil onthouden. En dat is de onafhankelijke staat Congo. En dan denkt iedereen onafhankelijke staat, maar ze zijn toch onafhankelijk. Ja. Het was ooit Belgisch, maar meer dan dat, het was persoonlijk eigendom van koning Leopold. Die heeft het in de 20e eeuw, geloof ik 1905, 1908, aan de Belgische staat doorverkocht. Dit was dus zijn persoonlijk eigendom. Ach. Hele Congo. En daar haalde hij heel veel geld op. Vandaar ook dat je daar ook aandelen in had in allerlei ondernemingen die voornamelijk gingen over mijnbouw. Ja. Je kan deze aandelen niet meer te gelden maken, helaas. Helaas voor de aandeelhouders. Maar het is zo leuk. Het is een bewijs van een bepaalde periode. Deze aandelen gaan voor tientjes weg. Ik vond dit toch leuk om even te laten zien. Heel veel mensen spreken dit soort dingen aan. We noemen dit een crisaille. En in de volksmond wordt het ook heel vaak een witje genoemd. En waarom wordt het nou een witje genoemd? Tuurlijk zie je ook die tinten in die grijs en wit tinten. Maar Jacob de Wit was eigenlijk degene die dit heel veel gedaan heeft. En je ziet het heel veel in landhuizen en in bijvoorbeeld slot Zeist hangen er een heleboel. Maar waar dit oorspronkelijk het meest voor gemaakt werd, was voor de grachtenpanden in Amsterdam. En dan hing dat boven de deur. En dat was heel rijk, hè? Het is de uitstraling die de mensen graag wilden zien. Het is eigenlijk een beetje een oogbedrieger, hè? Want het lijkt net alsof het van marmer is of iets dergelijks. Je ziet bijna altijd die poeties erop. Jacob de Wit die maakte dat zo. Dan moet je kijken, rond 1730 of zo. Dit is van later hand, hoor. Dit is zeker 100, 150 jaar later gemaakt. Ook op een dikke plank, niet zo gebruikelijk hoe dat toe ging. Maar ik vond het toch een heel aardig ding om even te laten zien. En er is altijd markt voor. Ik denk dat dit nu nog opbrengt toch wel rond de 300, 400 euro zeker. Daar is die. Ja, de wandelstok waar ik zo bang voor was. Nou, dat hoeft niet, hoor. Nee, want hoe zat het verhaal ook alweer? Uw vader had hem gekregen. Ja, mijn vader heeft hem gekregen.
waarschijnlijk van de sultan van Yogyakarta. Ja, ongetwijfeld. Wat u zegt, het komt inderdaad uit Indonesië. En ja, als het een geschenk is geweest, is het, vind ik, een heel aardig geschenk geweest. Ja, ja. Het is echt mooi handwerk. En je ziet die drakenkop, die zie je heel mooi uitgebeeld. Ja, ja, het is geen ivoor. Nee. Mij had je gefokt. Ja, dat dacht ik ja, ook. Ja, ja. Ja, maar dan heb je niet vaak genoeg naar de voorstellingen gekeken. Ja. Want ik heb vaak dat verteld over het verschil tussen ivoor en been. En dat ga ik nog een keer vertellen. Ja, leuk. Als je nou goed kijkt, dan zie je allemaal kleine zwarte streepjes in het materiaal. Ja. En zeker als je er een loop op zou zetten, zou je het heel goed zien. Ja. Nou, dat doet ivoor niet. Ivoor heeft een andere structuur. Dus dat is, dat gezegd hebbende, goed gekeken naar deze, zien we dat dit allemaal stukjes been zijn. Misschien van een os of een karbouw of wat, een buffel, wat ze ook hebben. Hè? Ja. En die zijn allemaal aan elkaar gezet met schijfjes horen, buffelhoren. En in eerste instantie denk je dat het hout is, maar nee, het is horen. Het is heel hard. Ja. Maar als ik nou even zo doe, kijk, dan zie je ook... Oh ja, je moet er niet echt op leunen. Nee. Als het gebouw stort in, hoor, als je hierop gaat... Nee, dat moet je niet doen. Maar wat is de angst? Want kijk, in Aziatische landen, en zeker in China bijvoorbeeld, daar is de draak is juist een gelukssymbool. Je ziet optochten, dan lopen ze met draken door de straat. En dat is juist een teken van geluk. Dus er is voor ons echt geen enkele reden om daar bang voor te zijn. Nooit meer bang voor. Nooit meer bang zijn. Wat is die waard? Ongeveer 175 tot 225 euro. Ja, ik werd getipt door mensen, u moet naar achter lopen. Nou, daar ga ik. Heel nieuwsgierig. Oh, pas op, hete koffie opzij. Ach ja. Heeft u enig idee waar het zich afspeelt? Totaal niet. Nee, nee, het hing thuis aan de muur. En, in uw ouderlijk huis? In mijn ouderlijk huis. Ja. En mijn ouders zijn kleiner gaan wonen. Schilderij meegenomen. Toen zijn ze overleden. En het schilderij bleef achter. En wij hebben het meegenomen. En nu? Waar is het nu? Bij u op zolder? Het staat op zolder. Ja, dat... Oh, want eindigen ze daar toch vaak, hè? Maar toch, een bepaald gevoel speelt een rol. Dus je doet het niet zomaar weg. Ja. Dus toen we hoorden van dit gebeuren, dachten we nemen het schilderij mee. En we gaan gewoon eens vragen van... wat is het waard? Of, wat voor gevoel kleeft er dan aan het schilderij? Ik fietste vroeger door naar school. En dit verhaal, denk ik, speelt zich af in een dorp iets verder bij ons vandaan. Dus, en waar komt u vandaan, van origine? Uit de Alblasser Waard. Mooi hoor. Dank u wel. Soms komen we objecten tegen waar we soms 2 of 3 of zelfs 4 keer over moeten nadenken voordat we weten wat het is. Dit is zo'n geval. Wat zien we hier? Een haasje die ergens op zit. En dan een ovaal... Ja, basement of bewaarbak waar hij dan weer op kan staan. Wat zou het zijn? Diep nagedacht en gelukkig de eigenaar die het wist. Dit is een sterrenkersgroeiplateau. Hij moet eerst 2 of 3 dagen in het water worden gelegd, dan steeds bijgevuld worden. De bovenkant is poreus terracotta en geeft vocht af. Hier komen dan de zaadjes op van de sterrenkers en dan gaat het groeien. Typisch iets uit de jaren 30, toen men ook al steeds meer bewust werd van gezondheid. Een beetje reformhuisachtig iets waar je dan aan denkt. En hier een gek ding, het zal niet kostbaar zijn, misschien 10, 15 euro, maar wel een heel gek en uniek object. Hermanus Oostveen, de grootvader van meneer, is ontwerper geweest, schilder geweest bij de faïence en tegelfabriek Holland in Utrecht. Ja. En dat is ook wat we hier zien. We zien een product dat hij ontworpen heeft en dat daar beschilderd is naar zijn ontwerp. En we zien een ontwerptekening van een vaas. Verder inderdaad heel leuk, want dat gebeurt vaker
zodra we met familie van kunstenaars te maken hebben, is er archiefmateriaal en fotomateriaal bewaard gebleven. En heeft meneer onder andere ook kunnen bijdragen aan onderzoek naar de fabrikant en dus naar zijn opa. Ja. U heeft nog heel veel materiaal van hem, hè? We hebben ik heb van een nichtje, die had heel veel materiaal. Daar heb ik allemaal kopieën van mogen maken. Daar heb ik allemaal, die heb ik heel veel ingelijst voor de familie. Dus een lijstenmakercursus gevolgd en de passepartout maken. Dus ik heb iedereen, ik heb de hele familie voorzien van die beelden. En die zijn daar natuurlijk heel blij mee. Hoe belangrijk was Oostveen voor de Hollandfabriek? Ja, dat is dus eigenlijk door dat onderzoek. In 2006 is er een tentoonstelling geweest in het Prinsessenhof in Leeuwarden. Dat is het keramiekmuseum in Nederland. Toen is er dus de spotlight komen te staan op de fabriek. En tegelijkertijd daarmee ook, omdat dat uit onderzoek gebleken is, kwam het werk van uw grootvader onder de aandacht. En daar is ook nog weer later door gepubliceerd. Er is een heel artikel verschenen door Karin Gaillard geschreven over uw grootvader. En dat is eigenlijk heel belangrijk, dat dit soort informatie, wat in dit geval bij u, bij de familie aanwezig is, ook ineens openbaar bekend wordt. In de publiciteit komt. In de publiciteit komt, ja. En dat is eigenlijk heel jammer, pas na zijn dood is überhaupt die belangstelling. Dat hoort bij echte kunstenaars. Hoort bij echte kunstenaars misschien, hè? Ja. Is zijn werk kostbaar nu? Zijn werk is gezocht, ja. Hè. Wat we hier zien, dit bordje bijvoorbeeld, dat is wat mensen ook tegen zouden kunnen komen. Een ontwerptekening natuurlijk niet zomaar, dat is in uw familie. Maar ja, dit is fantastisch. We zien eigenlijk een beetje een Japonistisch decor daarop van een kraanvogel die met een soort ondergaande zon of iets dergelijks in een landschap aan het vliegen is. Een hele mooie, zwierige lijnvoering, Jugendstil, Art Nouveau. Ja, dit is gezocht. En hij blijkt dus ook verantwoordelijk te zijn voor veel van de echt hele mooie decors van die fabriek. Vandaar dat het belangrijk is dat we onderzoek gedaan. Ik vind het zo erg om te vragen met een kleinkind erbij, maar wat is dat waard? Ja, dit is wel wat waard. Ik denk dat zo'n schotel op dit moment een waarde vertegenwoordigt van €750. Kijk, dat is aanzienlijk dus. Dat is mooi. Ja. Op de ezel en daarnaast staan twee abstracte schilderijen van de kunstenaar Hans van der Lek. En Hans van der Lek rekende tot de Nieuwe Haagse School. Nieuwe Haagse School, andere kunstenaars die daar een grote rol in speelden zijn Piet Auborg onder andere, Toon Kelder en vele, vele anderen. Die waren gegroepeerd in kunstenaarsgezelschappen, een posthoorngroep, Fougaren. En het is eigenlijk het antwoord op Cobra, wat zich in Amsterdam afspeelde. En de Haagse abstracte kunst is wat rustiger en wat aangenamer om naar te kijken. Beide schilderijen zijn uit de jaren 50. Deze, daar heeft Hans van der Lek de Jacob Maresprijs mee gewonnen. Een prestigieuze prijs. En ze zien er nu een beetje gehavend uit, hè? Met allerlei spijkertjes, dat moet er allemaal uit. Deze moet schoongemaakt worden, die moet gerecht worden. Deze lijst is een zogenaamde kunstenaarslijst, die moet dan weer teruggeplaatst worden. Maar voor de rest zijn ze heel gaaf en heel mooi. Om u een idee van de waarde te geven, een dergelijk schilderij is nog niet zo lang geleden door het Cobra Museum in Amstelveen aangeschaft voor €7.500. Dus de waarde van zoiets zit na de restauratie in die koers en deze zal iets minder zijn. Nou, maak je me nieuwsgierig mee. Zal ik hem eens open doen voor je? Leuk. Oh ja, joh. Oh, die kun je thuis niet meer spelen. Nee, ik heb geen platenspeler ervoor. Dus ik kan hem niet afluisteren. Wat vond de taxateur ervan? Heel apart. Ze vond het heel leuk. Ja, ze zegt dat zie je zelden. Leuk. Leuk dat we even mochten kijken. Graag gedaan. En nu bedankt voor het kijken naar de Utrechtse Schatkamer. Tot volgende week. Volgende week zien we wat je zoal van een oud koekblik kan maken en maken we kennis met deze vrolijkheid.